Thomas Buffel, even terug naar de wedstrijd tegen Rapid Wien. 1-1. In laatste instantie krijgen jullie dat doelpunt tegen. Dat is ja, toch een beetje zuur, hè? Ja, zeker. Als je aan de 80e minuut nog voor staat, en, ja, dan zit je er zo dichtbij om hier thuis ook weer een goed resultaat neer te zetten. En, ja, is het jammer. Maar ja, als we eerlijk zijn, denk ik wel een terechte uitslag. Ja, want jullie spelen tegen een erg goede ploeg. Ja, klopt. We zijn ons positief verrast. Onmiddellijk goede pressie. Eerst 10 minuten hadden we wat moeilijk. En dan zijn we iets beter in de wedstrijd gekomen. Ik denk wel dat we beter van het spel hebben gehad tweede helft, eerste half uur, tweede helft. En ja, hadden we eigenlijk de wedstrijd kunnen beslissen, gebeurt dat niet. En ja, tweede helft, het einde kwamen ze nog goed opzetten en ja, maakten ze uiteindelijk wel nog verdiend gelijk. Kort samenvatting kan zijn, op basis van de kansen, verdienen jullie de zegen? Op basis van het spel is die 1-1 terecht? Ja, ik denk dat dat een goede analyse is. Nu, naar Club Brugge, dat wordt ook weer een moeilijke wedstrijd. Alle wedstrijden zijn trouwens moeilijk. Maar Club Brugge, ja, jullie kunnen weer uitstekende zaken doen, hè? Ja, we hebben een goede reeks neergezet in de competitie. En hopelijk kunnen we daar ja, nog een verlengstuk aan breien. Het zal geen makkelijke wedstrijd zijn daar. Maar ja, ik denk dat we ja, vol vertrouwen naartoe gaan. En goed, als één blok spelen, vooruit, achteruit, ja, kunnen we van iedereen winnen, denk ik. Club Brugge is een ploeg die er altijd en overal ook voor gaat. Dus jullie zullen ruimte krijgen daar. Ja, dat weet ik niet. Ze zullen ons ook wel geanalyseerd hebben en we moeten afwachten hoe zij gaan spelen. Maar goed, het zou leuk zijn als we ruimte krijgen, want dat zijn we niet altijd gewend. Maar ze kunnen zich niet veroorloven om voor eigen publiek te gaan verdedigen, zeg maar. Ja, dat weet ik niet. Ik denk met de trainer dat ze tot alles in staat zijn. De laatste weken ging het niet zo goed voor Club Brugge. Maakt dat wat uit voor jullie? Ja, oké. Okay. Ze hebben toch spelers met individuele klasses die een wedstrijd kunnen beslissen in zich, op zichzelf. Dus je moet altijd 90 minuten geconcentreerd zijn. Maar zoals ik zeg, we moeten gewoon als compact blok spelen wat we eigenlijk al weken doen. En gewoon naar onszelf kijken en dan kunnen we zeker winnen daar. 13 wedstrijden op rij ongeslagen, maar je weet ook hoe langer een reeks duurt, hoe eerder de einde aan komt, hè? Ja, oké, okay, maar je moet daar niet te veel aan denken. Gewoon weer een volgende wedstrijd die we graag willen winnen. Kunnen we weer een goede zaak doen naar boven toe. En dat is het enige waar we aan denken. Gisteren was het een heel snelle wedstrijd tegen Rapid Wien. Ik kan me voorstellen dat met het programma wat jullie de volgende dagen en weken nog voor de boeg hebben, dat het fysiek wel enorm belastend is. Ja, oké. Okay. Maar het, zoals de trainer ook ons toespreekt, van, ja, het zit gewoon in het hoofd. Als je 10 keer tegen jezelf zegt, ja, ik ben moe of het zal een moeilijke periode zijn, ja, dan gaat je ook zo naartoe voelen. En als je gewoon zegt dat je voelt dat je onvermoeibaar bent, kun je altijd iets meer. En zeker als je goed bezig bent, goede resultaten haalt, gaat dan net iets makkelijker. Tot slot, jullie zijn langzaam maar zeker naar boven geklommen in de rangschikking in die top 6. Staat Genk nu op de plaats waar ze eigenlijk thuis horen op dit moment? Tja, er zijn natuurlijk veel ploegen die bovenste plaatsen ambiëren. Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen in België als we goed compact spelen en onze beste vorm halen. Dus we zullen moeten zien hoeveel wedstrijden we dat nog kunnen volhouden. En we zullen pas op het einde van de competitie kunnen zeggen waar we uiteindelijk thuis horen. Bedankt, Thomas.